Ja, het is een probleem waar alle fabrikanten natuurlijk mee worstelen. Hoe vervang je nou een succesvol model? Moet je dan radicaal iets anders doen? Of moet je het alleen een beetje bijschaven, een beetje bijpunten? Nou, vaak kiezen ze voor het laatste. En dat is ook wat Audi heeft gedaan. Want dit is de nieuwe Audi A5. Ja, dan moet je toch echt even goed kijken. Maar als je er echt voor staat en je ziet bijvoorbeeld het oude model ernaast, dan zie je wel degelijk dat het echt een nieuwe auto is. Ja, en een voltreffer kun je deze Audi A5 natuurlijk wel noemen. Vooral visueel, want het is gewoon een plaatje om te zien. Ik weet nog goed, ik was in 2007 bij de introductie en de ontwerper die deze auto gemaakt heeft, Walter da Silva, die noemde het echt zijn mooiste creatie ooit. Was misschien wat overdreven, maar het is zeker een van zijn betere pennenvruchten. En daarom is het gewoon ook zo goed dat Audi, ze hebben die auto natuurlijk her en der wat aangescherpt, maar ze hebben hem gewoon min of meer gewoon intact gelaten. Ja, en dat is gewoon goed nieuws. En we zijn onderweg in het voorlopige topmodel, de Audi S5. Voorlopig, omdat iedereen weet dat er natuurlijk nog een RS5 gaat komen met dik 400 pk. Maar die S5, dat is op dit moment de dikste jongen van de klas. Heeft een 6-cilinder met turbo en dat levert maar liefst 354 pk. Weet je, hij pakt goed op, hij klinkt goed, maar het is allemaal beschaafd, het is netjes. Dat is eigenlijk wat de S-Line is. En die RS5 die dan straks gaat komen, dat wordt eigenlijk veel meer een hardcore sportauto. Want ze willen dat verschil tussen die S en die RS'en, willen ze groter gaan maken. Dat is wel weer even een ander verhaal. Deze S5 coupé die gaat in Nederland op 500 euro na gewoon 80 mil kosten. En ja, Audi, en je wilt nog wat leuks bestellen, een kleur, wat andere velgen, ja, dan ketching, dan gaat hij weer lopen. Dus hou er rekening mee dat je 10, 15 mil makkelijk kwijt bent en dan zit je aan de ton. En dan denk ik, ja, dat is dan wel weer veel geld voor zo'n auto. Kijk, daar komt hij wel echt tot leven, hè? We zitten natuurlijk nu op de Duitse autobaan en daar kunnen we even los. Althans, het is weer wat druk hier, dus we moeten even weer rustig aan. Maar 250 km per uur, dat is een begrensde top die het natuurlijk haalt. 0 tot 100 in 4,7 seconden. Nette cijfers, maar nogmaals, ik zei het al, het is een auto die echt absoluut heel goed mee kan. Maar in deze klasse zijn er ook wel weer auto's die sneller zijn dan dat. Maar ja, deze auto is gewoon, wat dat betreft, er zit dat laagje beschaving over. Ik moet wel zeggen, qua interieur, we kennen natuurlijk al van Audi, gewoon absolute spitzenklasse. Ja, alles is gewoon die virtuele cockpit, de afwerking, de knopjes. Het ziet er gewoon ontzettend goed en strak uit. Het werkt feilloos, navigatie, je kunt een telefoon koppelen. En of je nou je Spotify wil hebben, het werkt allemaal snel, kloek. Feilloos, zo hoort het gewoon. Ja, als je dan weer een middag in zo'n Audi S5 rijdt, dan vraag je je wel af, voor wie is deze auto nou bedoeld? Hè? Want kijk, als je veel kilometers rijdt, dan ga je gewoon voor de 3 liter TDI. Heerlijk blok. En hang je een S-Line pakket op, dan ziet hij er gewoon hetzelfde uit als deze S5. En de vrije jongens, de voetballers, die van doorrijden houden, die gaan natuurlijk voor de RS5. Maar dus voor veel mensen, met name op de Zuidas, is dat een veel te ordinaire auto. Die valt veel te veel op. De dure urenschrijvers die willen wel een snelle auto, maar het mag allemaal voor de klant niet te duur zijn. Nou, dan moet je zo'n S5 nemen. Je denkt wel, hey, chique auto, maar het is allemaal niet te. Het is allemaal net even wat beschaafder, wat netter, wat braver. Het is een beetje de gulden middenweg, zeg maar D66 op wielen. Dat is het.